We staan op de grens. Dit is de grenspaal tussen Nederland en België. Nederland ligt daar in het noorden. België ligt daar in het zuiden. Ik kijk rechtstreeks op het Maasdal. We zitten op het uiterste zuidelijke puntje van Nederland bij IJsden. In de allervroege ochtenduren van de 4e augustus 1914 overschrijden de Duitsers de grens en komen de Duitsers hier langs. De voorste eenheden van zo'n leger is cavalerie. Die verkennen paarden, lansen. De Duitse cavalerie heeft nog lansen. Mooie uniformen, soms met die piekelhouwen. En hun opdracht is zo snel mogelijk naar de Maas te gaan om te kijken of de Maasbruggen nog intact zijn. Hetgeen niet het geval is, want de Belgen hebben die al heel snel opgeblazen en dan moet er dus iets anders bedacht worden. Snel mogelijk hier doorsteken, dat is de opdracht om daarna de grote massa infanterie, lopende soldaten, de enorme duizenden en duizenden die hier langs gaan komen, om daarvoor de veilige weg te banen. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En een van de mannen die er vanaf het eerste uur bij was, dat is mijn opa Hielke. Dat is de vader van mijn moeder. En die staat hier op het tuinpad van zijn ouderlijk huis in Zwolle. Gemobiliseerd en wel op 1 augustus 1914. En door deze man ben ik geïnteresseerd geraakt in de Eerste Wereldoorlog. Op dit kleine stukje is het enorm geconcentreerd. Dan gaat het om vele tienduizenden man op een paar kilometer breedte. En dat is vrij uniek in de geschiedenis. Dat zo'n enorm grote aanval, omdat het om Nederland heen moet, door zo'n vrij klein gebied als het ware geperst wordt. Om dan ook nog een rivier over te gaan die door de Belgen verdedigd wordt. Dus het is een cruciaal punt op de allereerste dag van de operatie. Die moet slagen voor de Duitsers. Dit is een foto van mij uit 1982. Dit was op mijn eerste slagveldvakantie, zoals ik het maar noem. Ik sta hier met in mijn handen een Engelse granaat uit juli 1916. Ontstekingsmechanisme nog intact. Dus ik zou zeggen, doe dit nooit. Als je zoiets vindt, laat het lekker liggen. Ik ben sindsdien talloze malen naar de slagvelden in Vlaanderen en Noord-Frankrijk geweest. En sindsdien ben ik ook een verzameling gaan aanleggen. En ik beschik nu ook over een kleine, zinloze WO1-verzameling. Die grens loopt hier nogal grillig. Het lint volgt de grens. En als je eenmaal op die weg begint, ja, je kunt haast niet anders dan op Nederlands grondgebied. En de Duitse troepen lopen dus ook hier langs. En eigenlijk, ze schenden hier dus het Nederlandse neutrale grondgebied. Een heel klein stukje, maar het gebeurt wel. Wat niet zijn bedoeling was, en waarvan de Duitsers ook wisten, dat ze dat niet mochten. Omdat ze geen enkele politieke consequenties met Nederland wilden op dit moment. Grenswachten hadden ook de opdracht, als er militairen over de grens kwamen, is eigenlijk de eerste opdracht interneren. Zeggen dat ze op neutraal gebied zijn, hun wapens afnemen en interneren. Niet gelijk vuren. Dat is de opdracht van een neutraal land. Deze Belgische kranten verschijnen na de Duitse inval in België. Deze is van 4 augustus, de voorruit. Erge toestand voor België, het ultimatum van Duitsland. Duitse troepen zijn in Visé en het alarm is al te Luik gegeven. En dan een dag later, 5 augustus, het laatste nieuws, een even grote kop. Het Duitse leger in België. Indrukwekkende zitting der Kamers, redevoering van de koning. 4 provincies in staat van beleg. Met andere woorden, het spel is op de wagen. We staan op de Messerberg, een van de mooie hoge punten van Zuid-Limburg, met een werkelijk ongelooflijk schitterend uitzicht over België. We kunnen nu zo'n kilometer of 20, 25 kijken, denk ik. En die augustusdag was stralend weer, dus het zicht was ook groot. Het was wat stoffiger, het was droog geweest en zo'n leger met al die duizenden paarden en alles. Er gaat natuurlijk veel stof en rook komt erbij. Maar het moet een ongelooflijk indrukwekkend panorama geweest zijn, als het niet zo gruwelijk was geweest. De mensen die hier stonden, en dat waren er heel wat, zagen massa's van die Duitse troepen langstrekken. Ze zagen boerderijen, ze zagen dorpen en ook Visé als grotere stad in brand geschoten worden. En het menselijk leed wat ook hier naartoe kwam. Vluchtelingen, paarden zonder berijders die gevlucht waren. Het loeien van de koeien die niet gemolken werden, dat soort zaken allemaal, dat heeft een enorme indruk gemaakt. Ze stonden hier te kijken en zagen eigenlijk het openingsdrama van de Eerste Wereldoorlog, als het ware, voor hun ogen zich voltrekken. Ja. Dit is hem dan, de zinloze Eerste Wereldoorlog collectie. Ik ben niet zo van de kogels en de geweren, daar weet ik ook helemaal niks van. Maar een echte goede Duitse piekelhaube, als ik die tegenkom op een internationale Eerste Wereldoorlog ruilbeurs.
Die verleiding kan ik dan toch niet weerstaan. Die moet ik dan hebben. Hier een echte Franse helm, zoals de poilu ze op een kop hebben gehad. De Nederlandse kepi natuurlijk. Te herkennen dat er geen enkel kogelgat in zit. Dat is onze neutraliteit ten top. Ja, en verder zijn het gewoon inderdaad echt prularia. Dit soort dingen vind ik ook heerlijk. Dit zijn herdenkingsborden. En die werden al eigenlijk tijdens de oorlog uitgegeven. En dan kun je de hele oorlog kun je synchroon volgen. Hier staat 1 augustus 1914, breekt die uit. De storm breekt los, staat er dan ook op. 1915 is het al houtmoedig zee geblazen. 1917, inderdaad de vraag, zou het klaren? En jawel hoor, 1918, de dageraad begint te blinken. En dat eindigt uiteindelijk natuurlijk met de vrede van Versailles. Op 1 augustus 1914, 3 dagen voordat de Duitse legers België binnenvallen, worden ruim 200.000 Nederlandse mannen gemobiliseerd. Dit besluit ontwricht het leven totaal. Opeens missen duizenden gezinnen een kostwinner. Vrouwen missen hun man, kinderen missen hun vader. En in fabrieken ontstaat een tekort aan arbeiders. De nieuwbakken soldaten worden kriskras door Nederland ondergebracht in legerplaatsen en in forten. Ook de schrijver van Kees de Jonge, Theo Thijssen, wordt gemobiliseerd. In een brief aan huis schrijft hij: "Ik zat rustig in Laren en zou net aan de vakantie wennen toen de oproep kwam. Ik ben terechtgekomen in Fort bij Uithoren." We zijn hier op het Fort bij Uithoren. Van 1914 tot 1918 waren hier ruim 300 manschappen gelegerd ter verdediging van Amsterdam en van Nederland. Dit was de kantine voor de officieren en de onderofficieren. Dit was een van de lokalen waar de manschappen verbleven. 24 man in stapelbedden. Hier werd gekookt. De officieren en onderofficieren kregen het in de kantine geserveerd. En de andere manschappen moesten hier een prakkie komen halen om dat in hun eigen lokaal te nuttigen. Een oorlog verklaren is relatief simpel. Je hebt een ambassadeur of je hebt een gezant en je hebt een telegram. Dat stuur je de deur uit en dan is het oorlog. En dan doet het leger vervolgens alles wat een oorlog tot een oorlog maakt. Maar jezelf neutraal verklaren en dat vervolgens uitdragen, daar komt iets meer bij kijken. En heel belangrijk, daarbij mag je geen steekjes laten vallen. Want waar gaat het om? We hebben hier Nederland en in de ons omringende landen verklaart het ene land het andere land de oorlog. Dan moet Nederland dus onmiddellijk aan beide landen een neutraliteitsverklaring toezenden. Een proclamatie. Dus wat gebeurt er? Als Oostenrijk de oorlog verklaart aan Servië, dan komen er vanuit Nederland meteen 2 neutraliteitsverklaringen richting Oostenrijk en Servië. Als Duitsland de oorlog verklaart aan Rusland, weer 2. Als Duitsland de oorlog verklaart aan Frankrijk, weer 2. Als Duitsland de oorlog verklaart aan België, et cetera, et cetera, et cetera. Dus Nederland heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog meer dan 50 neutraliteitsverklaringen de deur uitgezonden. Dus neutraliteit, het is mooi, het is prijzenswaardig en je moet het ook zeker doen. Maar het is wel een hele papierwinkel. Als we ons zouden aansluiten bij een van beide partijen, zouden we altijd toch verliezen. Het was dat zou veel te gevaarlijk zijn geweest. Wij hadden eigenlijk niets te winnen, daar komt het op neer. We dachten ook, het gaat wel weer over snel. We hadden het meegemaakt, dat was al wat langer geleden in 1870. Ook neutraal geweest, is uiteindelijk ook goed gegaan. Duurde een paar maanden en daarna was het voorbij. Zoiets werd misschien wel gehoopt dat het weer zo zou gaan. De polders hier rond Amsterdam die zouden onder een laagje van 30, 40 centimeter water gezet worden om doorgang te voorkomen. En op die punten waar het water niet hoog genoeg kan komen, dijken, wegen, maar ook kanalen, op die plekken werden de forten aangelegd om met geschut de doorgang van vijandelijke troepen te voorkomen. Een van de andere wapens waarmee ze de vijand op afstand hielden, pas met een mitrailleur of meerdere mitrailleurs die ze ook op de frontwal op speciale mitrailleuropstellingen konden neerzetten. Als jullie eens even meehelpen zo dat die mooi ligt, dan zien we Nederland schijnen. Ja, helemaal verder daar, juist. We zien hier de opstelling van het Nederlandse leger
3 augustus 1914. De dag dat alle troepen zijn opgekomen en het Nederlands leger paraat staat om de neutraliteit te verdedigen. Het Duitse leger die vallen hier ten zuiden van Limburg. Hè? Dat is wat we net gezien hebben. Daar komen ze. En wat doet Nederland nou? We zien hier helemaal in het oranje. Ja, dat is de stellingsgebieden. Stellingsgebieden, hartstikke goed. Wat betekent dat nou eigenlijk? Weet je dat? Nee. Ik weet dat. Ja, vertel eens. Volgens mij dat het daar heel snel kan onder water lopen of zoiets. Perfect. Hier kan het onder water lopen. En waarom doen we dat dan? Komen ze niet daar? Precies. Daar komen ze niet in. En dit, ja, mag ik dat zeggen in Limburg? Dat dit in Holland belangrijker is dan de rest van het land? Maar, nee. Nee, dacht ik wel. Maar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Het westen van het land, dat moest in ieder geval beschermd blijven. Want we waren neutraal, hè? We wilden niet meedoen met de oorlog. We wilden niet meedoen. En hoe lieten we dat dan zien? Leger in het zuiden, leger in het oosten en versterkingen in het westen. Om te laten zien, we doen met niemand mee. We zijn overal beschermd. En als ze proberen hier de tocht te komen, dan gaan we gelijk ingrijpen. Zo begint het generaal Snijders marslied. Generaal Snijders was onze opperbevelhebber ter land, ter zee en in de lucht. Een geboren militair, een man van de details. Een man ook die alles ondergeschikt maakte aan zijn bemoeizucht. Er was geen document waar zijn handtekening niet onder stond. En als hij over zichzelf sprak, dan deed hij dat in de derde persoon. Hij zei dus niet, ik heb een goede beslissing gemaakt, maar hij heeft een goede beslissing gemaakt. Nou, een klein fragmentje uit het generaal Snijders marslied, waarin het Nederlandse neutraliteitsdenken op een hele mooie manier tot uitdrukking komt, met name in het refrein. Wij strijden voor de vrijheid van ons lief Nederland. Ons eerwoord blijft steeds ter koningin trouw verpand. Wij wensen steeds de vrede, doch wil men de strijd. Men zal ons vaardig vinden ten allen tijd. Eind augustus staan Duitsers hier voor Antwerpen. Antwerpen, een belangrijke havenstad natuurlijk. En Duitsers proberen hier dan deze stad te laten vallen. Er is hier behoorlijk gevochten, zelfs gebombardeerd. In de Eerste Wereldoorlog was de eerste oorlog waarin bombardementen werden uitgevoerd. Vanuit Zeppelins zijn hier een aantal bommen op de stad gegooid, wat trouwens voor immense paniek zorgde. Dan kreeg je hier echt langs de kades richting Antwerpen kreeg je hele troepen mensen die richting Nederland vluchten. En dan begint die immense uittocht van wat een miljoen mensen zal worden die vanuit België naar Nederland gaan, waar ze hopen om in veiligheid te komen. Ik heb hier een foto uit 1915 van mijn opa Sam en oud-oom Jan, 10 jaar oud, 9 jaar oud. Twee jongetjes, twee broertjes, geboren en getogen op Java, toen nog Nederlands-Indië. In 1914 gaat mijn familie met verlof naar Nederland voor de duur van 6 maanden. En als die 6 maanden erop zitten, gaan hun ouders terug naar Indië. En zij blijven hier in Nederland achter om hier goed onderwijs te genieten. Zo ging dat in die dagen. En tijdens de hele Eerste Wereldoorlog schrijven deze twee jongetjes iedere week een brief naar hun ouders. Een van de mooiste is, lieve paps en moes, wij hebben bij oom Dick in Brabant gelogeerd. We hoorden de hele nacht en de hele dag grote ontploffingen in België. Een paar brieven later schrijven ze dat ze mensen hebben zien lopen door de weilanden. Oom Dick heeft gezegd dat het vluchtelingen zijn. Ze slapen 's nachts in de bossen rond de boerderij. Dit is wel mooi. Dit is mijn eigen krant. De Nieuwe Rotterdamse Courant, de NRC, van 9 oktober 1914. Hier aan de Schelde bij de afmeerplaatsen van de boten en aan de stations stonden menigten van duizenden. Maar het vreselijkst was de uittocht ter vele tienduizenden die te voet naar de Nederlandse grens gingen. Ik heb die uittocht meegemaakt, schrijft de journalist. Van Antwerpen tot aan de grens was het één lange droeve stoet van mensen en dieren. Hele kudden vee werden meegedreven door in doodsangst vluchtende boeren uit de omstreken. Jonge mensen waren er die een oude grootmoeder op een kruiwagen vervoerden. Voertuigen van allerlei soort zag men. En al die vluchtenden keken telkens om naar hun stad die in vlammen en rook opging.
een stuk waar ik meteen zou zeggen van plaatsen, jongens. Een ooggetuigenverslag dat echt dus oktober 14 beschrijft hoe die stad leegstroomt en hoe men inderdaad in doodsangst vlucht naar Nederland. Men hoort, nou, zeg maar tot midden Nederland zo'n beetje het kanongebulder. Dus het is heel, heel dichtbij. Die vluchtelingen brengen het eigenlijk nog meer dichterbij. Want die hebben alle verhalen, die hebben echt alles meegemaakt. Dus die krijgen ooggetuigenverslagen. Er werden allerlei uitvoerverboden afgekondigd. Want men wist nog steeds niet of Nederland nou wel of niet in oorlog zou komen. Dus geen paarden meer over de grens, geen stro, geen ander voedsel enzovoort enzovoort. En hier in de Tweede Kamer, het parlement besloot heel braaf mee te werken. Die hebben een soort, wat ze noemden, de godsvrede afgekondigd. Wat eigenlijk betekende dat de regering zijn gang kon gaan. En dat het parlement eigenlijk alles zo'n beetje sanctioneerde. Geen kritische vragen stelde. Men vraagt in Nederland geld, een soort Giro 555, voor de Belgische vluchtelingen in Nederland. Het is heel mooi om te zien grote sommen worden gestort, soms 5000 gulden. Maar er zijn er ook 2 dienstmeisjes, 2 gulden. Iemand die dan zegt, in de hoop dat onze treurige maatschappij spoedig tot inkeer komt, 2,5 gulden. Het was natuurlijk absoluut niet voorbereid, niemand had het voorzien. Dus er moesten in allerijl allerlei noodmaatregelen genomen worden. Vooral omdat die mensen natuurlijk allemaal de grens overkwamen. En in de grens wilden die ze zo snel mogelijk kwijt. Dus het moest allemaal doorgesluist worden naar het centrum van het land. En daarna verdeeld over Noord, Zuid, Oost. Die kampen zijn aanvankelijk ingericht op onderdak en voeding. Het zou maar weken, misschien maanden duren, maar het ging dus jaren duren. Dus aanvankelijk, als je naar de plattegrond van zo'n kamp kijkt, dan zie je heel veel slaapbarakken. En bijvoorbeeld 1 werkbarak. Dus er moest een enorm sociaal plan eigenlijk ontwikkeld worden om die mensen bezig te gaan houden. Augustus 14 valt het allemaal nog mee, het is mooi weer. Maar natuurlijk, daarna komt de herfst, daarna komt de winter. Die barakken zijn eigenlijk niet ingericht op winterweer. Het is gewoon een zandvloer, vaak is er niet eens verwarming. En je kan je ook voorstellen, als mensen eerst het vege lijf moeten redden, dan zijn ze al lang blij dat ze het leven nog hebben. Daarna, als de situatie zich stabiliseert, ja, dan begint men weer te klagen. En dan begint de onvrede toe te nemen. Eind 1915. Na 1 jaar oorlog is 90% van de Belgische vluchtelingen alweer terug naar huis. En dan vraag je je natuurlijk af hoe ze hun verblijf in Nederland beleefd hebben. Dat zal heel wisselend geweest zijn. Hoewel de omstandigheden in de Belgische vluchtelingenkampen redelijk waren, je blijft toch een vluchteling. Je wordt niet met open armen ontvangen. Je wordt gedoogd. En heel erg belangrijk, je wordt ook geacht dankbaar te zijn. Dit doekje getuigt daarvan ter herinnering aan de liefderijke opname in Nederland van de Belgische vluchtelingen. Koningin Wilhelmina en koning Albert broederlijk bijeen. En dit doekje is dan ook nog eens extra mooi versierd. Net dat extra beetje dankbaarheid. Midden in de stad Groningen, op de plek waar nu de Van Mesdagkliniek ligt, lag in de Eerste Wereldoorlog het zogenaamde Engelse kamp. Hier werden 1500 Britse soldaten ondergebracht die na de hopeloze verdediging van Antwerpen de Nederlandse grens waren overgestoken. Als neutraal land had Nederland de verplichting om soldaten van oorlogvoerende landen die bij ons de grens overkwamen voor de duur van de oorlog vast te houden. En deze 1500 Engelsen zullen de hele oorlog in Groningen geïnterneerd blijven. Het waren houten barakken. Het heette niet voor niks Timber Town. Het plankenstad, zoals de Engelsen dat uitdrukten. Het tochten, het kierde. Je moet je voorstellen dat het uiterst primitief was. Er bestond geen isolatiemateriaal. Dus het waren 18 mm dikke planken. En aan de binnenkant van de latten was dan geperst karton getimmerd. Dus hebben we echt kou geleden. Maar zomers was het natuurlijk om te stikken met 250 man hier en 250 man daar. En dan sliepen ze liefst buiten vanwege de stank. De Britse soldaten gedragen zich zo voorbeeldig dat ze in de loop van de tijd steeds meer voorrechten krijgen. En het duurt niet lang voordat de soldaten het kamp op gezette tijden mogen verlaten en de stad Groningen in mogen. Mijn oma, die net een babytje had gekregen, een jonge moeder was van een gezin met 3 kindjes, die zat op een gegeven moment op een concertje. En zij zag daar een paar Engelse matrozen zitten van die Royal Navy. En zij zag één en die keek zo lief en kwetsbaar en ongelukkig uit zijn ogen, dat ze hem op de schouder heeft getikt en heeft gezegd: als jij je eenzaam voelt, dan kan je best eens bij ons langskomen. Verleng de herenweg. One, one, one.
Dat is echt de familiegeschiedenis. One, one, one. Zodat hij niet per ongeluk bij de buren aan zou bellen natuurlijk. En hij kwam de volgende dag. En hij is ongeveer niet meer weg geweest. Hij werd deel van het gezin. Kijk, hier heb je Charles in 1916. En daar zit hij in het huis van mijn grootouders. Nou, daar zie je wel wat een ontzettend liefje het was. Hij speelde met de kinderen, hij ging mee uit en hij leerde allemaal Nederlandse liedjes. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten, als dat zij jou geheel niet kan vergeten. Het is 9 uur, je vader is naar bed en in mijn handen hou ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga leggen, mijn jongenlief, moet ik jou nog wat zeggen. Dat ik van narigheid geen raad meer weet. Dat ik geen rustig stukje brood meer eet. Er waren heel veel mogelijkheden op het gebied van toneel en operette. En er waren natuurlijk de beroemde Timbertown Follies. Er waren 8 mensen die op een geestige manier cabaret brachten. Op een manier zelf die in Nederland onbekend was. En Charles was een van de Timbertown Follies. Kijk, hier staan ze in zo'n Pierrot-pak. En de achterste is Uncle Charles. En het succes was zo groot dat zij niet alleen in Kamp optraden, maar ook in Groningen. Vandaar heeft het succes uitgebreid over heel Nederland. Ze hebben meer dan 300 voorstellingen gegeven in Nederland. En die voorstellingen waren altijd ten bate van goede doelen. Het is zo'n leuk liedje. Dat die link van tulpen naar lippen, dat is zo ontzettend geestig. Ja, ik moet het wel even echt... Ja, Tulip Time in Holland, bladzij 16. Hier. It's Tulip Time in Holland. It's Tulip Time in Holland. Tulips I know are lonely. The sweetest lips in Holland are blooming for me only. Het was een middag in september 1917... En de hele familie was bij elkaar voor de thee. Charles was daar ook bij. En opeens geeft mijn grootmoeder een vreselijke gil en valt op de grond. En een paar uur later is ze dood. Een hersenbloeding. Dat contact met de familie, dat is gewoon gebleven. En een jaar later zijn ze teruggegaan naar Engeland. Daarna zijn er ontzettend veel reisjes en bezoeken over en weer geweest tussen de families. En in 1960, toen was ik 16... Toen ben ik uitgenodigd voor 5 weken naar Engeland. Toen ik daar net aankwam, toen liet hij mij het huis zien. Nou, eerst een paar mooie Delftblauwe vaasjes en nou, geweldig. En toen zijn we naar boven gegaan. En toen zag ik, tot mijn verbazing, een portret, een groot fotoportret van mijn oma boven het echtelijk bed hangen. En ik vond dat wel heel opmerkelijk. Maar ik durfde daar ook niks over te vragen. Ik heb gelukkig alleen gezegd, god, dat is oma. Ja, dat was oma. Kijk, dit is het portret. Maar toen heel geleidelijk aan vertelde hij mij dat hij echt van haar hield. And the most wonderful thing, she loved me too. En wat deed ik? Niks. Gewoon maar stom kijken. En niet durven vragen en... Ja, ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht, wat is er dan gebeurd tussen hen? Maar ja, ik moest ook een beetje aan mijn opa denken, weet je wel. Dus ik, nou ja, ik vond dat allemaal heel, heel eng, dus ik ben er niet zo erg op ingegaan. I'd give the world if I could be back there beside her by the Zuider Zee. It's tulip time in Holland, tulips are calling me. Nederland ging heel veel naar de bioscoop tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want daar konden ze zien hoe het er echt aan toe ging. En dat was toch heel anders dan ze zich voorgesteld hadden uit de nieuwsberichten in de kranten. Want dat was toch een beetje het idee van heroïsche veldslagen, een helder dood en een helder graf. En hier kon je zien dat het toch erg fabrieksmatig in zijn werk ging, met een arm die nog eens flink werd aangestampt. Die film, De Slag aan de Somme, die werd al een maand later uitgebracht. De Slag aan de Somme woedde toen eigenlijk nog steeds. Sommige mensen dachten bijna dat het een antimilitaristische bedoeling had. Maar ze gingen wel kijken. Ze schatten dat ongeveer 20 miljoen Engelsen zijn gaan kijken. Dat was ongeveer de helft van de bevolking toen.
film is zelfs ook nog achter het front getoond in augustus, september 1916... aan troepen die nog aan de slag moesten deelnemen. En je kan je dus afvragen, als die dit soort beelden zien, hoe inspirerend heeft het gewerkt? In Nederland werd de film dan een jaar later zo'n beetje uitgebracht. En ook daar maakte hij diepe indruk. Ook al omdat men daar alleen bericht uit de kranten had. En misschien wel uit die geïllustreerde tijdschriften. Maar dit was bewegend beeld. En dat maakte het toch heel anders. En vooral die beelden van die begrafenissen. Dat maakte diepe indruk. En versterkte waarschijnlijk het idee dat we toch wel heel blij mochten zijn dat we er buiten waren gebleven. De Nederlanders weten dus heel goed hoe afschuwelijk de situatie aan het front is. En koesteren hun neutraliteit. Ook de Nederlandse regering doet er alles aan om buiten de oorlog te blijven. Maar tegelijkertijd heeft diezelfde overheid geen enkele invloed op het gedrag van haar burgers. Dus de Nederlandse regering was niet verantwoordelijk voor de 1000 Nederlandse soldaten die in vreemde krijgsdienst gingen. En al helemaal niet verantwoordelijk voor het gedrag van Anthony Fokker, de grote vliegtuigontwerper, vliegtuigbouwer, die in zijn hoogtijdagen de hofleverancier werd voor de Duitse luchtmacht. In zijn fabriek in Noord-Duitsland ontwerpt en bouwt Fokker zeker 700 vliegmachines voor de Duitse luchtmacht. De toestellen worden beschouwd als het neusje van de zalm en Anthony Fokker wordt schatrijk aan de oorlog. Komt met dit ondernemerschap onze neutraliteit in gevaar? Nee, totaal niet. Als neutraal land mag Nederland wel degelijk handel drijven, maar in dit geval wringt het wel. Fokker is niet de enige ondernemer voor wie de oorlog grote economische kansen biedt. Bij de oorlogvoerende landen is er een aanhoudende vraag naar grondstoffen. De handel hierin is zeer lucratief. En in het centrum van deze handel zitten de reders uit Rotterdam. Dit is het oude hoofdkantoor van Nieuwoud Goudriaan. Zo'n typische Rotterdamse rederij van de redersfamilie Goudriaan. In het scheepvaartkwartier aan de Veerhaven in Rotterdam. Voor mij interessant omdat mijn vader hier werkte. Die was hoofdbemanningszaak als jongeman hier in deze gangen. En die familie Goudriaan, die hadden het wel begrepen, die breidde enorm uit in de Eerste Wereldoorlog, zoals veel rederijen. Want het waren nou geen dominees, het waren echt kooplieden, reders. Dag Samuel. Hoi. Historicus, ik heb iets van de zolder van mijn oude vader, de zeeman. De kasboeken, de balansen van Nieuwoud Goudriaan. Oh, dat is echt een middelgrote rederij met enige tientallen schepen. Aan het eind van elk jaar. Ja. Is een eindbalans opgenomen. In 1913. Aantal, dit gaat over het jaar 1913. Dus dit is het laatste jaar, het laatste volledige jaar, ja, voordat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Ja. Nou, dat is 907.000 gulden. Ja. Nou, dat is heel behoorlijk. En dan kun je heel aardig kijken hoe het nou verder gaat met dat bedrijf tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, want dan barst die oorlog los. Dan gaan we naar 1915, het eerste echte volle oorlogsjaar. Kijk, moet je eens kijken. 4,4 miljoen. Wow. Dus dit is een ontzettende stijging. Maar hoe kan het? Want er was wel een blokkade. We mochten niet overal varen. Er was een blokkade, maar er was een list gecreëerd. Hè? Dat is de Nederlandse Overzee Trustmaatschappij, was opgericht, waardoor heel veel van die Nederlandse overzeese handel toch nog doorgang kon vinden. Hier zitten we dus in 1916. Ja. De cijfers over 1916. En dan maken ze ineens. Fantastisch, 9,6 miljoen. Wow. Ja, dat is ontzettend veel. 9 miljoen gulden toen, hè, 100 jaar geleden. Ja, van al die oorlogvoerende landen worden heel veel schepen vernietigd in de oorlogstijd. Ja. Dus die neutrale schepen worden nog meer waard. Ze betaalden terug. Trouwens wel, dat is, kennelijk was dat toen wel normaal, belasting. Doen ze tegenwoordig niet meer die grote bedrijven. Of zijn die cijfers net zo geflatteerd? Denk je dat het eigenlijk nog veel meer was? Nou, hier is waarschijnlijk wel iets mee gesjoemeld. Ja. En dat deden eigenlijk heel veel bedrijven in die tijd. En dat kwam ook deels omdat in 1916 de oorlogswinstbelasting in Nederland werd geïntroduceerd. Ah. Neutraliteit, je moet je voorstellen, dat is ook best duur. Ja. Zo'n leger moet natuurlijk gemobiliseerd blijven. Mm-hmm. En de Nederlandse regering moest dat betalen, ging op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Een soort crisisheffing. Een soort crisisheffing. En vond dat deels in dit soort bedrijven. Ja. Rotterdam is de spil van onze neutrale economie. En de havenstad groeit uit tot de belangrijkste stad van het land. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook op het gebied van de spionage. We staan hier in het Witte Huis in Rotterdam, van waaruit de Duitse geheime diensten in de Eerste Wereldoorlog werden gecoördineerd. En dan ook vooral de Duitse spionage in Engeland werd geleid. Rotterdam was in de Eerste Wereldoorlog het grootste internationale spionagecentrum van de wereld. Iedere geheime dienst zat hier, hier in het Witte Huis, de Duitsers. En als we hier het raam uitkijken, dan kun je om de hoek, had je in die tijd, het kantoor kunnen zien van de Britse geheime dienst.
Ze zaten allemaal hier omdat uiteraard Rotterdam een knooppunt is van allerlei vervoerswegen. Maar bovenal, Rotterdam is natuurlijk ook neutraal. De Duitsers waren hier vooral voor maritieme inlichtingen. Dus in welke haven ligt welk Brits oorlogsschip, waar varen ze op welk tijdstip. En ook informatie over vrachtschepen. Hè. Wat voor vracht vervoerden bepaalde schepen. En als die vracht voor de Duitsers interessant werd, dan kon zo'n schip op de Noordzee door een U-boot worden gekaapt. De Engelsen die spioneerden van hier vooral in bezet België en bezet Noord-Frankrijk. En dat deden ze met behulp van het Belgische verzet. En dat Belgische verzet was vooral uit op informatie over Duitse troepentransporten, die vooral per trein plaatsvonden. En die informatie werd vervolgens gesmokkeld naar de Britse hoofdkantoren in Rotterdam. De Duitsers hadden eerst strenge grenscontroles, hielp niet. Strenge straffen, hielp niet. En dan hebben ze die dodendraad, een elektrische draadversperring opgericht langs heel de Belgisch-Nederlandse grens. Het is een driedubbele draad eigenlijk, waarvan de middelste helemaal onder stroom stond met 2000 volt. Het eigenaardige was dus wel dat de mensen geen elektriciteit kenden. En dat maakte het gevaar nog groter natuurlijk. Hoe zou je aan zo'n draadje, een dun draadje, en daar aankomen en plots dood neervallen? Dat kenden de mensen dus niet. In heel de oorlog zijn er ongeveer 1000 mensen gestorven aan die draad. Een deel is geëlektrocuteerd, maar ook een ander gedeelte is doodgeschoten aan de draad. Zowel door Duitse soldaten als door Nederlandse soldaten. Want aan twee kanten van de grens werd die draad, die strook, heel streng bewaakt. Men wilde absoluut naar dat leger gaan en dan was men inventief genoeg om die draad te trachten te passeren, te overwinnen. En daar had men wel attributen voor ontwikkeld in de loop van de tijd. Verdorie, de Duitsers hebben die een draad hier neergezet. Omdat ze denken dat ze ons kunnen verhinderen naar Nederland te vluchten. Om zo bij het Belgische leger te kunnen komen. En spionageberichten, die wilden ze ook niet doorlaten. Maar we hebben daar wel een middeltje voor. Voilà. Ah, zo goed. Ah, nog één draad. Zo geraken wij er toch door. Voilà, Duitsers. De berichten zijn aan de andere kant. De neutrale Nederlanders kunnen vrij door heel Europa reizen en zijn daarom de ideale spionnen. In totaal worden er honderden Nederlandse spionnen geworven. Het gaat hier niet zozeer om idealisme, het gaat hier om geld. Die spionnen worden vooral gerecruiteerd onder werkloze hangjongeren, kleine criminelen, oplichtertjes, hoeren, souteneurs. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat men erg neerkijkt op spionagewerk. En dit soort mensen daar ook buitengewoon geschikt voor worden geacht te zijn. Nadeel is natuurlijk dat als je een oplichter inhuurt als spion, dat de kans erg groot is dat hij zijn inlichtingen verzint. En ja, daar komt men met vallen en opstaan achter. Well, if the joke is as good as that, I like to hear it. Or maybe it's too bad for me to hear it. No. Our poor friend Dubois here says that you are a spy. Mata Hari is natuurlijk de bekendste Nederlandse spionne, vooral ook omdat ze natuurlijk in 1917 door de Fransen geëxecuteerd wordt. Of ze daadwerkelijk veel heeft gespioneerd, daar kunnen we onze twijfels over hebben. 2 jaar voor Mata Hari worden er al 2 Nederlandse zeelieden door de Britten opgepakt en geëxecuteerd in de Tower of London. Dat waren Heike Jansen en Willem Roos. Allebei waarschijnlijk hier in een Rotterdamse zeemanskroeg geworven door de Duitse marineinlichtingendienst. En zij moeten gedurende 2 weken langs Engelse zeehavens reizen om daar Engelse zeeschepen te spotten. Het sneuje eigenlijk van Jansen en Roos is dat ze eigenlijk van alle spionnen die geworven zijn hier in Rotterdam misschien wel de meest serieuze 2 waren. Ze hebben in ieder geval hun best gedaan om daadwerkelijk te spioneren. En daarom was Scotland Yard er ook vrij happig op om ze snel op te pakken. En dat is vooral gelukt omdat ze hun codes, hun inlichtingen telegraferen naar een bedrijf in Nederland waarvan de Engelsen al weten dat het een Duitse dekmantel is. Als eerste wordt om 6 uur Heike Jansen tegen de muur gezet en 10 minuten later mag Willem Roos als laatste een sigaret roken. En vervolgens weigert hij een blinddoek en kijkt hij de dood recht in de ogen.
Nou, hier moet het ongeveer geweest zijn. 18 augustus 1917, toen kwamen er de twee Duitse bommenwerpers. Die kwamen richting vanaf Nieuwe Schans, richting Tutjeshut. En daar zat een zekere sergeant Lok. Die was in de kost bij de ouders van zijn vriendinnetje. En die hoorde dus die zware motoren, want het waren twee dekkers met twee Mercedes motoren eraan. En dat maakte nogal vreselijk veel lawaai. De toestellen die hadden maar een maximum snelheid van 135 km per uur. En op een 200 meter hoogte. En hij is naar buiten gerend op zijn pantoffels en zijn geweer meegenomen. En die is gaan schieten. En hij heeft ongeveer 5 patronen op afgeschoten. Hij heeft daarbij de prop van de linker motor geraakt. Daar is een stuk afgeknald. En dat is dus door het bovendek van het vliegtuig gegaan. Eindelijk heeft Nederland zich laten gelden. We hebben iets getoond. De Nederlandse luchtruim werd voortdurend geschonden door Engelse en Duitse vliegtuigen. En nu hebben we eens laten zien dat we echt voor ons mannetje staan. Hij is er ook uitbundig voor beloond. Hij heeft een gouden horloge voor gekregen met inscriptie. Alleen op een gegeven moment is dat horloge verloren gegaan. Ze hebben in 1967 de lok brand gehad in zijn woning. En toen is de ketting die is wel teruggevonden, maar gouden horloge hebben ze nooit weer teruggekregen. Dit is die ketting. Die heeft ooit eens toebehoord aan de grootste Nederlandse schutter uit de Eerste Wereldoorlog. Wat mij betreft hoort deze ketting thuis in het Rijksmuseum. Maar nu mag ik hem even vasthouden. De wilde vaart heette dat inderdaad. Dan gaan we naar 1917, nou een vol oorlogsjaar natuurlijk. Ja. Nou, hier zie je dat het iets inzakt. We zitten hier nu op de 3 miljoen. Ja. In 1917 zeggen de Duitsers op een gegeven moment: goh, Nederland, jullie blijven maar handelen met onze vijanden. Ja. Wij hebben daar genoeg van. Wat wij gaan doen, we gaan alle schepen, maakt niet uit welke vlag ze varen, die in de buurt komen van onze vijanden, van Groot-Brittannië, van Frankrijk, gaan we gewoon torpederen. Dus die schepen durven niet meer in de buurt van Groot-Brittannië te komen. De Britten en ook de Amerikanen, die zich ook met de oorlog gaan bemoeien, die worden daar ontzettend zenuwachtig van. Ja. En die zeggen: Nederlandse schepen die nu in onze haven zitten, op het moment dat die onbeperkte duikbootoorlog uitbreekt, die mogen niet meer weg. Mm-hmm. Dus in 1917 ligt eigenlijk een groot deel van de scheepvaart al stil. De exorbitant hoge winsten zijn voor de reders. Het gevaar is voor de manschappen aan boord. 1700 Nederlandse zeelui komen om het leven. Hun schepen lopen op mijnen of worden het slachtoffer van Duitse torpedo's. Ja, hier. Geen krant of geen tijdschrift waar het niet in stond. In maart 1916 de Tubantia getorpedeerd, het vlaggenschip van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Gelukkig geen doden te betreuren. En dit is alles wat jullie hebben van de Tubantia. Ja, wat we inderdaad in depot hebben van de Tubantia. Deze foto is genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat kun je zien aan het schip zelf. Het schip heeft een aantal merktekens om heel duidelijk te maken: dit is een neutraal schip. Hier mag je niet aankomen. Op de boeg is een hele grote Nederlandse vlag geschilderd. En op de zijkant zie je heel grote de woorden Tubantia Amsterdam. Maar ja goed, wat gebeurt er dan op de vroege ochtend van 16 maart 1916? Hoorden de opvarenden van de Tubantia opeens een ontzettend luide knal. Het is een explosie. Men vraagt zich af wat is er gebeurd. Maar voordat men echt op onderzoek kan uitgaan, zinkt dat schip. En de mensen aan boord die spoeden zich naar de reddingsboten. En die reddingsboten, dat zie je hier, die varen naar de Nederlandse kust. En de Britten zeggen: dit hebben wij niet gedaan. Dit moeten onze tegenstanders, de Duitsers, wel hebben gedaan. En de Duitsers zeggen: wij hebben het niet gedaan. Dit moeten de Britten wel zijn geweest. Maar de Nederlandse regering ging op onderzoek uit. En toen vonden ze in een van de reddingsboten brokstukken van een torpedo. En hier zie je zo'n brokstuk. En de vorm van die brokstukken en ook de tekens die ze erop aantroffen suggereerden: dit is een Duitse torpedo. En heel snel blijkt, daar was eigenlijk geen twijfel over. Dit is een Duitse torpedo. De Duitsers staan er dan dus heel slecht op, want de verontwaardiging in Nederland is groot. En dan heb ik het niet alleen over de politieke verontwaardiging, maar eigenlijk ook de verontwaardiging in het hele land. En dan gebeurt er iets heel curieus. Een aantal dagen later wordt de Nederlandse gezant in Berlijn wordt
bij de minister van Buitenlandse Zakengroepen. Die zegt van, we hebben vernomen dat de Britten een overweging op de Nederlandse, een landing op de Nederlandse kust aan het plannen zijn. We willen dat jullie militaire maatregelen nemen. En als jullie die militaire maatregelen niet nemen, dan moeten wij dat misschien doen. Duitsland zinspeelt op een Britse aanval op Nederland. En de schrik zit er hier meteen goed in. Onmiddellijk brengen we een deel van ons leger over naar Zeeland om daar een eventuele Britse aanval af te slaan. Maar er gebeurt niets. Op slimme wijze heeft Duitsland de aandacht afgeleid van de Tubantia. Het was allemaal onzin. Het was helemaal niet waar. Het was een truc. En daar is men later ook voor uitgekomen. Jongens, het was een truc. Het was een test om even te zien hoe goed jullie defensie nou is. Want stel nou dat die Britten echt aanvallen, dan willen we 100% zeker weten dat jullie er klaar voor zijn. Neutraliteit is een kwestie van hard werken. Je moet op je hoede zijn, je moet je bewust zijn van wat er zou kunnen gebeuren. En vooral, je moet de grote jongens om je heen niet tegen het hoofd stoten. Wat je eigenlijk de hele oorlog ziet en wat van tijd tot tijd weer gebeurt, is dat men in Londen of Berlijn aan het touwtje trekt en dat Nederland springt. Zo simpel ligt dat. Het kost steeds meer moeite om neutraal te zijn en vooral om neutraal te blijven. De oorlogvoerende landen voeren de militaire en economische druk op. Aan alles is inmiddels een tekort. Aan eten, aan kleding, aan zeep. En er wordt een bonnensysteem ingevoerd. Hoewel dit natuurlijk allemaal heel vervelend is, is de bevolking van België en Duitsland er stukken slechter aan toe. En daarom floreert de smokkel naar deze landen als nooit tevoren. Als je dus bij een landbouwer ging werken, dan verdiende men 18, als je wat loonsopslag kreeg, 22 cent per uur. Maar als je een nachtje ging smokkelen, dan kon je makkelijk op één nachtje 20 gulden verdienen. En dat was wel heel aanlokkelijk voor heel wat mannen, om dat dan toch te doen. Dus niet meer gaan werken op de boerderij, maar wel gaan smokkelen. Een land dat bezit is, is alles veel duurder dan in een vrij land. Kijk maar eens even. Suiker, goedkoop in Nederland en België, minstens het dubbele zoveel. Boter, 8 keer zoveel als in Nederland. Zeep, vinden ze in België niet meer. Brood, in de zwarte macht, 4 gulden. Dat is de moeite, dat moet aan de overkant. Wat heb ik hier? Varkenskoppen, wangspek, stuk zwoerd, zenen. Ik heb wat specerijen, bloed. Nou, volgens mij heb ik alles wel voor een eenheidsworst. Gedwongen door de schaarste laat de regering alles wat er nog is aan vlees verwerken tot één soort worst. De eenheidsworst. En dat wordt een begrip. Er wordt zelfs een lied over geschreven. De tekst is bewaard gebleven. De muziek is nieuw. Voor zover ik begrepen heb, ging er ook veel rundvlees in. Maar dat is nu natuurlijk heel duur vlees. Dus ik heb gekozen voor runderhart, wat mooi mager vlees is, maar relatief goedkoop. Maar er moet ook altijd een gedeelte vet bij. En ik heb nu wat varkenskinnebak. Wat misschien niet helemaal historisch juist is, want wat ik begrepen heb, waren er juist in die tijd weinig varkens. Nou, draai je door de hele fijne plaat, want dan zie je helemaal niet meer wat je erdoor geflikkerd hebt. En dat was in die tijd denk ik wel belangrijk. Water was denk ik een belangrijk onderdeel van de eenheidsworst. Je maakte eigenlijk vlees van water, dat is wel zo goedkoop. Geen bloem. Ik ben van mening dat er in die tijd weinig graan was. Dus er zal ook weinig bloem zijn geweest. En wat ze hadden, zullen ze voor brood hebben gebruikt. Denk je niet? En willen jullie het soms weten? Het is eenheidsworst dat ons bekoort. Weg nou met alle worsten van buitenlandse vorsten. Wij lusten nu geen knakworst meer. Frankfurter evenzeer. Laat nou de boel maar waaien. Eenheidsworst zelfs draaien. Hoera, roept nu menigeen, plus wel zo'n worst alleen. Koeien, varkens, schapen, geiten, konijn en duif, ja, kip en haan, komen allen weer tezamen, zoals Noach ze op zijn ark had staan. Maar nou in ene lange darm komt die familie bij elkaar. Ze zitten daar wel iets te warm, in zo'n eenheidsworst te gaar. De regering zal ons magen, daaraan gewennen langzaamaan. 2 ons voor 7 dagen, we zouden er soms dood van gaan. Eenheidsworst, zo moest ze heten, men wist geen andere naam. Nou, valt me niks tegen. Dan wordt een bestseller. Zonder smet of zonder blaam. Gaan
me door. De oorlog vordert en die gaat naar een finale toe, want we hebben nu 1918. En wat hebben ze dan voor cijfers geboekt in dat jaar? Kijk daar, moet je eens kijken. Wow. 11 miljoen. Eigenlijk was het dus voor die familie Goudria een oorlogsbuit. Dus het waren een beetje de Zwitsers van nu. Dus ja, ze verdienen dus een andermans leed. Dat werd steeds meer gezien als een laffe maat. Naarmate Nederland eigenlijk meer geld verdiende. Okay. En je ziet eigenlijk zelfs, en dat is heel ironisch, hoe slechter het ook gaat met Nederland zelf. En hoe slechter het gaat met de oorlog, hoe meer mensen er dood gaan, hoe meer winst zo'n Van Nieuwveld Goudria en Co. maakt. Waren wij na die Eerste Wereldoorlog eigenlijk het rijkste land van de westerse wereld toen? Het zal niet heel veel hebben gescheeld. Ja. Althans, we waren in ieder geval het land dat de oorlog verreweg het beste was doorgekomen van alle Europese landen. In de vroege ochtenduren van de 10e november 1918 komt de keizer de grens over met een kolonne auto's vanuit Spa. Het idee is eerst om met de trein te gaan vanuit Spa, maar de spoorlijn is geblokkeerd en dan pakt men de auto. Uiteindelijk komt men Nederland binnen na een aantal uren op het station IJssen. En dan is er ook inmiddels toestemming voor de trein om vanuit Spa hier naartoe te komen. Zodat er hier in IJsden gewacht kan worden om van verder te reizen. Inmiddels is het november 1918. En dan heb ik hier een brief van mijn oud-oom Jan van Vleuten. Die is op dat moment 13 jaar. En die schrijft een brief aan zijn moeder in Indië. Zijn moeder noemt hij hier Moes. Moes, je schreef eens in een van jouw brieven dat jij wou dat alle mannen de wapens neergooiden. Het is gebeurd. De Duitse soldaten aan de grens gooien gewoon de wapens weg en roepen Nach Hause. En wat vroeger was, oh, ik zou haast zeggen de keizer naast God, nu beschieten ze hem. Want jullie moeten weten, hij zit in Nederland. En de bevolking hier van IJsden weet niet wat ze zien. Maar hebben al wel snel in de gaten dat hier een hele bijzondere gast is aangekomen, namelijk de Duitse keizer. Want hij loopt hier over het perron en ze zien hem ook. En hij krijgt ook allerlei verwensingen hier naar zijn hoofd van de bevolking die hier komt. Murder, schweinhund en dat soort zaken allemaal. Maar goed, de keizer ondergaat dat eigenlijk een beetje laconiek. En hij loopt hier wat heen en weer, want het duurt nogal een tijdje. De koningin moet natuurlijk formeel geïnformeerd worden. Er moet nogal wat diplomatieke zaken gebeuren, want men beseft de gevoeligheid wel hiervan. De keizer is zelf eigenlijk nog vol enthousiasme en denkt dat hij ook wel ontvangen wordt door de koningin. Dat hij misschien zelfs wel in een van de paleizen van de koningin zou mogen wonen. Nou, dat gaat wat te ver, want we beseffen natuurlijk ook wel, de regering en de koningin zelf ook, dat dit niet zomaar een asielzoeker is, maar dat dit politiek gezien Nederland wel eventjes in de belangstelling plaatst. Een belangstelling die je eigenlijk niet wil, zo op het eind van de oorlog. Wat heeft 4 jaar neutraliteit ons opgeleverd? Nederland is de dans ontsprongen. Voor ons dus niet miljoenen doden. En wij hebben ook geen dorpspleinen met die ontroerende monumenten voor de gevallen soldaten. Maar voor ons ook geen roem en geen eer op de slagveld. Nederland heeft geen grootse plaats in de geschiedenisboek. Internationaal gezien staan we er niet al te best op. We hebben ons niet populair gemaakt. Nederland is het land van de oorlogswinstmakers. En vergelijk dat eens met het arme België, dat net zo neutraal was als wij, maar in augustus 1914 wel de legers over zich heen kreeg die aan ons land voorbij marcheerden. De Eerste Wereldoorlog zit niet in ons collectieve geheugen. En voor neutraliteit is er ook niet zo heel veel nodig. Geen heldhaftigheid, geen opofferingsgezindheid, geen dadendrang. Het enige wat je voor neutraliteit goed moet kunnen is op je tong bijten. Je moet aan de kant staan en verder laat je met je sollen. En je laat over je heen lopen. Simpelweg omdat er geen alternatief is. Ja, oorlog. Zo, mijn heren. Dan wollen wir mal. Angriff! Vanaf volgende week zaterdag, 8 weken lang, het verhaal van de wereldbrand die aan Nederland voorbij ging. In 1418. Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm.